Welkom. In deze video ga ik uitleggen wat het massadefect is. En dat heeft iets te maken met ESMC-kwadraat. En ESMC-kwadraat is denk ik een van de meest bekende formules van natuurkunde. Is door Einstein ontdekt of bedacht, die zie je hier. En het heeft ook iets met de zon te maken. Nou, het massadefect is ook onderdeel van mijn natuurkunde-examentraining, die je bovenin ziet. De link beneden. Als je nou bezig bent met voorbereiden voor het examen, kan ik echt aanraden om daar even naar te kijken. Daar is een gratis deel en een betaald deel, maar dat is echt een van de betere manieren om je voor te bereiden op het examen. Maar nu eerst gaan we kijken naar massadefect. En daarvoor kijken we even naar dit deeltje. Een proton. Stel je voor, je hebt een proton. Dan kun je de massa van dat proton bepalen en die kun je ook vinden in BINAS. In BINAS tabel 7b staat dat die massa 1,007276 U is. U is de atomaire massa-eenheid. Hij staat er ook in kilogram, maar ik ga nu eventjes het in U laten zien. Daarnaast hebben we nog andere deeltjes. Bijvoorbeeld, we hebben ook neutronen. Neutronen hebben ook een massa en die hebben een massa die net iets meer is dan die van protonen. En ook die vind je natuurlijk in tabel 7b. Nou, als je nou deze twee deeltjes samen hebt, dan zou je de twee massa's ook samen moeten hebben. En samen, als je ze bij elkaar optelt, krijg je dan deze massa. Dus je gaat ervan uit, als ik een proton en een neutron samen zou voegen, ja, dan heb je nog steeds een proton en een neutron. Ze zijn alleen met elkaar verbonden. Dus dan zou je ervan uitgaan dat de massa dan gewoon die twee bij elkaar opgeteld is. Maar dat is niet zo. Nou, hoe kunnen we erachter komen? Als we gaan kijken naar dit deeltje, dit is een proton en een neutron samengevoegd, oftewel een waterstof 2 kern, waterstof omdat het atoom nummer 1 heeft en 2 omdat het massa 2 heeft, dan kun je in BINAS, tabel 25a, de massa van die waterstof 2 kern vinden. Nou, in 25a zie je op een gegeven moment dit getal staan. Nou, let op. Heel belangrijk, dit is niet de massa van alleen de kern, dit is de massa van het hele atoom. Dus hier zitten ook nog de elektronen bij opgeteld. Nou, we hebben hier tot nu toe niet met elektronen gewerkt, dus als we nou de massa van deze twee willen weten, dan moeten we dus van de massa die we in tabel 25a krijgen, moeten we de elektronen, het aantal elektronen, afhalen. Nou, het aantal elektronen staat gelijk aan het aantal protonen. In dit geval is dat er eentje, dus we moeten de massa van één elektron hier nog van afhalen. Nou, die kun je vinden in tabel 7b, dat is 0,000549 U. En daar rijden we vanaf en nu hebben we dus de massa van een H2-kern. En nu valt iets op. Als we kijken naar een proton en een neutron, dan hebben die samen een massa, dat is dit getal. En als ze dan samen zitten in een H2-kern, dus dezelfde deeltjes, alleen zijn ze daar met elkaar verbonden, dan zie je dat hun massa in één keer wat lager is. Het is niet veel, maar je ziet wel dat hier van 0,159 gaat hij naar 0,135. Er is dus iets van massa verdwenen. En dat is een massaverschil. Nou, dat massaverschil kun je uitrekenen door die twee van elkaar af te halen. De beginmassa, minder eindmassa. En dan komen we erachter dat dit de massa is die is verdwenen. Dus die twee deeltjes apart zijn samen zwaarder dan wanneer ze samengevoegd zijn. En dit wordt ook wel het massadefect genoemd. Dus wanneer twee kernen binden, wordt de totale massa iets lager en dit heet massadefect. Dus er is iets van massa verdwenen. Nou, het kan niet zomaar verdwijnen en dat er dan niks anders ontstaat. Er moet dan wel iets anders voor in ruil komen. En die verdwenen massa, die komt vrij als energie. Nou, die kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor een binding, maar er kunnen ook fotonen vrijkomen, er kan warmte vrijkomen. Maar er komt in ieder geval energie vrij. Nou, die energie kun je uitrekenen met de ESMC-kwadraatformule van Einstein. Die energie is de massa die verdwenen is keer de C in het kwadraat en C is de lichtsnelheid. Nou, deze formule staat ook in BINAS. Je hoeft hem niet uit je hoofd te kennen, maar ik denk dat er weinig mensen ter wereld zijn die hem niet gewoon uit hun hoofd kennen, ESMC-kwadraat. Echt de meest bekende formule van natuurkunde. Hij is nu ook weer terug in het examen sinds 2024-2025. Hij was al een keertje in het examen in het verleden en hij is weer terug. Nou, E is de vrijgekomen energie, die is in joule. En vaak hebben we het hier over energie in elektronvolt of mega-elektronvolt, dus je moet dat vaak kunnen omrekenen. Daar kom ik zo meteen op. In deze formule moet die in joule gebruikt worden. Nou, M is de massadefect in kilogram, dus niet in U. Wat we net hadden, maar in kilogram, ook die omrekenfactor laat ik zo zien. En C is de lichtsnelheid, 2,998 × 10⁸ meter per seconde. Hoef je niet uit je hoofd te weten, die staat in tabel 7a. En let op, hè, die moet dus in het kwadraat. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat dit een heel groot getal is. Dus een heel klein beetje massa dat verdwijnt, zal al heel snel zorgen voor veel energie dat vrijkomt. Dus massa kan worden omgezet in energie. En met een heel klein beetje massa komt dus al heel veel energie vrij. Nou, wat moet je weten?
Je moet de omrekenfactor van U naar kilogram weten. Die heb ik hier opgezet en die staat ook in tabel 7b. Daarnaast moet je ook weten hoe je elektronvolt naar joule omrekent. Die staat in tabel 5. Die komt hier trouwens. En als laatste in tabel 7b staat nog deze. En dit is eigenlijk een soort van, ja, een sluiproute om het maar even zo te zeggen. Want stel je voor dat je nou het massadefect hebt in U. En je wil met deze formule uitrekenen hoeveel energie er vrijkomt. Dan moet je eerst die U omrekenen in kilogram. Dan kun je deze formule gebruiken. Dan heb je hem in joule. Nou, als je dan omrekent naar elektronvolt en dan naar mega-elektronvolt, zijn allemaal stappen. Maar wat je ook kunt doen, in tabel 7b staat dit. Dus een U kun je direct maal dit getal doen. En dan ga je direct van de atomaire massa-eenheid naar de mega-elektronvolt, dus naar de energie. In deze omrekenfactor zit deze formule ingebouwd, onder andere. Plus nog het omrekenen van U naar kilogram en het omrekenen van joule naar elektronvolt. Zit allemaal in deze factor. Dus je kan hiermee als het ware afsnijden. Dan hoef je dus niet die hele formules allemaal te doen. Gaan we wel een paar keer doen om even te oefenen. Maar dat je even weet dat daar dus ook die afsnijroute bij staat. Dat is handig om te weten. Tabel 7b staat. Kijk maar of je hem kunt vinden. Nou, waarom is massadefect nou belangrijk? Nou, een van de plekken waar het heel belangrijk is, is de zon. In de zon hebben we namelijk kernfysiek. Dus daar komen die aparte kernen komen bij elkaar, omdat de zon zo warm is dat ze daar zoveel snelheid hebben, dat ze daar tegen elkaar aan kunnen botsen en kunnen binden. En bij die binding ontstaat dus nieuwe energie. Dus er is heel veel energie voor nodig om dat voor elkaar te krijgen, maar er komt uiteindelijk meer energie weer vrij. En ik ga even kort laten zien welke kernfusies er in de zon plaatsvinden. Om te beginnen zitten er in de zon allemaal protonen, oftewel waterstof 1 kernen. Er zit geen elektroon omheen, daar is het te warm voor in de zon. Die elektronen zijn al lang los. Dat de elektronen niet meer om hun kern heen zweven, dat betekent dat we hier een plasma hebben. Dus het is geen gas, maar een plasma. De elektronen zijn los van hun kern. En we hebben dus alleen maar kernen. En die kernen gaan met een enorme snelheid en die botsen wel eens tegen elkaar aan. En dan kan er dit ontstaan. Wat we hier hebben is een waterstof 2 kern. Dus we hebben hier waterstof 1 en waterstof 1. Oftewel twee protonen die botsen tegen elkaar. En we hebben hier een waterstof 2 kern, dus massa 2. En je ziet dat hier iets wegschiet. Het is iets kleins en het is een plusje. Nou, als je dat ziet, dan moet je al best wel snel gaan denken van, hey, dat is dus kleiner, dus dat zal wel iets van een elektron zijn. Het is een plusje, dus dat is geen elektron, maar een positron. Een positief elektron. Heeft voor de rest dezelfde eigenschap als een elektron, qua massa en dergelijke, maar is dus positief. En op zich ook wel logisch, want we hebben hier twee positieve ladingen. Dus hier moeten ook twee positieve ladingen zijn. En nu hier hebben we een neutron gekregen. Nou, dit gebeurt nog een keertje, want deze twee die moeten uiteindelijk met elkaar gaan binden. Dus dit gebeurt continu in de zon. En er ontstaan dus nieuwe kernen. H2 kernen, waterstof 2 kernen. Nou, zo'n waterstof 2 kern kan weer botsen met een proton. En dan krijgen we een helium 3 kern. Want nu zijn er twee protonen samen. Atoom nummer 2 betekent dat het helium is. Nou, dat gebeurt ook hier aan deze kant. Nou, hier hebben we een helium 3 en een helium 3 kern. Als die elkaar vinden in de zon, dat is niet zo'n grote kans, want de zon bestaat nog niet zoveel uit zoveel helium 3 kernen. Maar als ze elkaar vinden, dan botsen ze en kunnen ze samensmelten tot een helium 4 kern. Nou, je ziet dan wel dat de vergelijking nu nog niet klopt. We hebben hier namelijk 4 protonen en 2 neutronen. Hier hebben we nog 2 neutronen en 2 protonen. Daar komen daarbij ook weer 2 protonen, 2 waterstofkernen vrij. En die kunnen natuurlijk weer hier aan het begin of hier tussendoor gebruikt worden om weer samen te smelten met kernfusie. Dus dit is stap voor stap wat er in de zon gebeurt. Maar als je wil afkorten, dan kun je zeggen dat de 4 kernen hier samen, de 4 H1 kernen, samen een waterstof of een helium 4 worden, waarbij er dus ook die twee vrijkomen. Ik kan ook zeggen dat die twee komen vrij, maar ja, die worden hier ook weer gebruikt, dus netto komen die niet vrij. Nou, de eerste stap levert 0,42 mega-elektronvolt op. Dat kun je narekenen door deze twee massa's bij elkaar op te tellen. Daar haal je de massa van dit deeltje en van dit deeltje vanaf. Dan hou je een klein beetje massa over en als je dat dan invult in de ESMC-kwadraatformule, kom je uiteindelijk op dit getal uit. Dus deze stap levert energie op. Deze stap levert ook energie op. Ook dat kun je uitrekenen. Deze twee massa's bij elkaar optellen, min de massa die ontstaan is. En dan heb je dus een klein defect en dat zorgt voor 5,5 mega-elektronvolt. En de laatste stap, die levert ook energie op. En ook die zou je kunnen narekenen. Die gaan we dan zo meteen even narekenen. De andere twee nog niet, maar deze gaan we zo meteen even narekenen.
Nou, als je dan kijkt hoeveel energie ontstaat er nou in totaal. Nou, hier deze stap, die gebeurt hier en die gebeurt hier ook. Dus die vindt twee keer plaats. Deze stap vindt ook twee keer plaats. Deze vindt één keer plaats. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, krijg je dus in totaal van vier waterstof kernen, vier waterstof 1 kernen, die samen smelten tot een helium 4 kern, krijgen we 24,7 mega elektron volt. En dat kun je ook narekenen. Als je deze massa's, namelijk als de beginmassa's, bij elkaar optelt, en dan haal je dan alles vanaf wat er ontstaat. Nou, deze ontstaat. Deze die kunnen we negeren, want die zijn daar en daar bij en ontstaan. Maar die moeten we nog wel meenemen, die twee elektronen. Die komen vrij. Dus als we de beginmassa hebben, dan halen we de positronen, vanaf. En we halen die er vanaf, hebben we massadefect. En dat kun je omrekenen naar dit getal met ESMC kwadraat. Dus dit is waarom massadefect belangrijk is voor de zon. In de zon vinden er fusies plaats, waardoor de massa van de zon dus iets lager wordt. En daardoor ontstaat er energie. Heel veel energie. Nou, er zijn verschillende situaties waar je deze formule voor kunt gebruiken. Ik heb vier oefenopgaven waar we steeds naar andere situaties gaan kijken. En daar gaan ook nog wat dingen over geleerd worden. Bijvoorbeeld in deze. Als een elektron en een positron botsen, dan annihileren ze. De massa die wordt omgezet in energie. Nou, wat betekent annihileren? Dat betekent dat ze eigenlijk verdwijnen. Want een positron en een elektron zijn hun tegenovergestelde van elkaar. Ze verdwijnen en er ontstaat energie. Nou, de massa die wordt omgezet in energie. En die energie wordt in dit geval omgezet in twee fotonen. Nou, bereken hoeveel energie er ontstaat in mega elektronvolt. Gebruik ESMC kwadraat. Dus probeer dat eerst zelf. Je kunt de video even pauze zetten. Dan laat ik nu zien hoe je aan het antwoord komt. Nou, om deze te gebruiken hebben we dus de massa nodig, dus het massadefect. Nou, hoeveel massa is er verdwenen? Er is massa van een positron en van een elektron verdwenen. Ze hebben allebei dezelfde massa, dat is namelijk de massa van een elektron. En die kun je vinden in tabel 7b. Dus twee keer de massa van een elektron is verdwenen in kilogram. Keer de lichtsnelheid in het kwadraat. Dus de energie die vrijkomt is dit getal. In joule. Nou, nu moeten we dit omrekenen naar mega elektronvolt. Daarvoor moet je dit dus omrekenen naar elektronvolt. Dus je doet gedeeld door 1,602 maal 10 tot de min 19. Deze omrekenfactor staat in tabel 5. En dan kom je uit op dit getal. Dit is elektronvolt. Om naar mega te gaan doen we nog gedeeld door een miljoen. Oftewel 1,02 mega elektronvolt. Dus als een elektron en een positron bij elkaar komen, dan annihileren ze. Ze verdwijnen. Er ontstaan twee fotonen. En die fotonen hebben dus ieder de helft van deze energie. En over het algemeen schieten ze ook allebei precies de andere kant op. Maar dat hangt een beetje vanaf met welke snelheid in welke richting de positron en het elektron elkaar raken. Maar er ontstaan dus twee fotonen die de andere kant op schieten. Met ieder de helft van deze energie, want het is de totale energie die vrijkomt bij deze annihilatie. Dan gaan we door naar de volgende vraag. Bij de laatste kernfusiestap in de zon fuseren twee HE3-kernen tot een HE4-kern. En dan komen ook twee protonen vrij. Dus dat was die afbeelding die ik net had laten zien. Bereken het massadefect in U en de energie die vrijkomt in joule. Zo net zag je de energie in mega-elektronvolt, maar nu moet je hem uitrekenen zelf in joule. Kijk even of dat lukt door de video op pauze te zetten en over hetzelfde te proberen. Oké, we gaan het massadefect uitrekenen. Daarvoor moeten we weten wat de beginmassa was en daar moeten we de eindmassa van afhalen. Nou, in het begin hadden we twee HE3-kernen. Om die massa uit te rekenen moeten we in tabel 25a de massa van die HE3-atomen hebben. Dat doen we keer 2. Maar voordat we dat keer 2 doen, moeten we hier nog de elektronen van afhalen. Nou, iedere HE3-kern heeft twee elektronen. Tabel 7b kunnen massa van een elektron vinden. Die halen we hier vanaf. Tussen haakjes en dat doen we dan keer 2, omdat we twee van die HE3-kernen hebben. En dan is dit onze beginmassa in U. Niet afronden naar 6,0, want we zitten uiteindelijk het massadefect zit hier wat lager. Dus vandaar dat we zoveel mogelijk opschrijven. Gaan we nu kijken naar de massa die overblijft. Nou, de massa die overblijft is in ieder geval een HE4-kern. Nou, in binnenste tabel 25a kun je de massa vinden, maar niet van de kern, van het atoom. Hier moeten we dus nog de elektronen vanaf halen. En dan houden we de massa van de kern over. Dan gaan we kijken, wat hebben we nog meer? We hebben nog twee protonen. In tabel 7b vind je de massa van die twee protonen. Keer op 2 doe je en dan heb je de massa van die twee protonen. Dus we hebben hier
de beginmassa. En deze twee massa's samen is hetgene wat overblijft. Dus het massadefect kun je uitrekenen door de beginmassa min de twee massa's die je over hebt te doen. En dan hou je dit over. Dus dit is het verschil in massa. Dus massa wat verdwenen is, het massadefect. Nou, dit is verdwenen en er is energie ontstaan. En die is vrijgekomen in joule. Nou, om deze uit te rekenen gebruiken we ESMC-kwadraat. Daarvoor moeten we de massa omrekenen naar kilogram. Dus we doen een keer deze omrekenfactor. Die vind je in tabel 7b. En dan hebben we de massa in kilogram. En met de formule ESMC-kwadraat, die we ook in BINAS vinden, kunnen we die invullen. Nou, dit is dan de lichtsnelheid. In tabel 7a staat die. De massa in kilogram. En let op, in het kwadraat komen we uit op de energie. Oh ja, 7a staat die. Komen we uit op de energie in joule. Nou, deze zou je dan nog kunnen omrekenen door gedeeld door 1,602 maal 10 tot de min 19 te doen naar elektronvolt. En dan nog naar mega elektronvolt. En dan kom je als het goed is uit op 12,9, wat je net ook zag in de slide. Maar we hebben nu uitgerekend in joule. Dus dit is de hoeveelheid energie die vrijkomt bij die laatste stap. Gaan we door naar de derde oefenopdracht. En dan hebben we hierna nog eentje. Deze gaat over de zon. De vraag is, hoeveel massa verliest de zon per jaar? Gebruik BINAS tabel 32c. Kijk even of het lukt. Zet de video op pauze en probeer het eerst zelf. Nou, als je kijkt in BINAS tabel 32c, dan kun je daar verschillende gegevens van de zon vinden. Je kunt de massa vinden van de zon, de straal, verschillende dingen. Niet zoveel over hoeveel massa er nou verloren gaat. Maar je moet doorhebben dat je dat wel kunt linken aan het vermogen van de zon. Dus als je kijkt in die tabel, dan zie je dat het vermogen van de zon 3,828 maal 10 tot de 26ste watt is. Dus zoveel joule per seconde gaat er weg. Nou, als het om een jaar gaat, kun je dus uitrekenen hoeveel joule er in totaal weggaat. En met de formule ESMC kwadraat kun je uitrekenen om hoeveel massa dat gaat. Want die formule verbindt energie met massa. Maar eerst moeten we uitrekenen hoeveel energie er dan in een jaar verloren gaat. Of verloren, uitgestraald wordt. ESPKT kun je gebruiken. Het vermogen keer de tijd. Nou, het vermogen heb je. De tijd van een jaar is 365 dagen keer 24 voor het aantal uur, keer 60 voor het aantal minuten, keer 60 voor het aantal seconden. Dus dit is de hoeveelheid energie die per jaar wordt uitgestraald door de zon. Dus die energie ontstaat omdat er massa verdwijnt. Nou, hoeveel massa is dat dan? Daarvoor kun je ESMC kwadraat gebruiken. Dus deze formule. De E kun je hiervoor invullen. De M, dat is hetgeen wat we willen uitrekenen. En C is natuurlijk de lichtsnelheid in het kwadraat. Nou, je doet gedeeld door de lichtsnelheid in het kwadraat, krijg je dit. En als je dit uitrekent, kom je op een massa van 1,343 maal 10 tot de 17e kilogram. Dus zoveel massa verdwijnt er uit de zon per jaar. En dat is echt een hele hoop massa. 10 tot de 17e, ja, ik weet niet eens hoe je dat zou moeten noemen, maar dat is een behoorlijke hoeveelheid massa. En dat betekent dat de zon op een gegeven moment ook op gaat raken. En als je nou denkt van, oh, dat gaat wel heel snel. Dan is even een tweede vraag, die staat hier niet letterlijk. Maar om hoeveel procent gaat dit? Dus hoeveel procent massa verliest de zon dan per jaar? Kun je dat uitrekenen? Probeer maar even, zet de video op pauze. Hoeveel procent denk je dat het is? Nou, om dat uit te rekenen moet je de massaverlies, wat ieder jaar plaatsvindt, gedeeld door de totale massa doen, die ook in 32C staat, keer 100%. En dan kom je achter dat de zon dus per jaar 6,8 maal 10 tot een min 12e procent van zijn massa verliest. En dat is in één keer een heel klein getal. Dus ja, er gaat heel veel massa per jaar verloren van de zon. Wordt uitgestraald als energie. Maar als je kijkt naar de totale van de massa van de zon, dan is dat niet zoveel. Maar uiteindelijk zal de zon wel opraken. We hebben nog ongeveer 4,5 miljard jaar en dan zal de zon opraken. Meer dan genoeg tijd, in ieder geval voor ons mensen. Dan gaan we door naar de laatste oefening. De laatste oefening komt uit een oud examen. Examen 2007, want toen zat het massadefect nog in het examen. Daarna is het een tijdje weg geweest. Het is nu weer terug. En we zien hier een vraag. Heb je hem nog niet gemaakt? Of nee, heb je hem nog niet gemaakt? Heb je hem nog niet gemaakt? Maak hem eerst even zelf. Zet de video op pauze en probeer het eerst zelf. We hebben nu steeds gekeken naar kernfusie. Dus wanneer twee deeltjes bij elkaar komen, massadefect. Maar het kan ook anders. Het kan ook zijn dat een deeltje uit elkaar valt. Zoals hier, een vervalvergelijking. Si31 vervalt naar P31 plus beta. En ook hier hebben we te maken met een massadefect. Die energie die vrijkomt, die gaat in deze deeltjes zitten. Nou, wat gebeurt er? Die deeltjes hebben bijvoorbeeld een bepaalde snelheid.
Of er kunnen nog fotonen vrijkomen. Nou, in dit geval niet. In dit geval komen ze met een bepaalde snelheid vrij. Nou, toon met behulp van het massadeffect aan dat de energie die P31 kern krijgt, dus deze, te verwaarlozen is ten opzichte van de energie die het beta-deeltje krijgt. Nou, hoe kunnen we dan nou achterkomen hoeveel energie dat beta-deeltje krijgt? Dat staat in BINAS, tabel 25a. Daar staat dat de energie van dat beta-deeltje 1,48 mega-elektronvolt is. Nou, hoeveel energie blijft er dan over? Ja, daarvoor moeten we weten wat het massadeffect is. Dus we gaan kijken naar het massadeffect. Hoeveel massa hebben we hier? Hoeveel massa hebben we hier? Halen dat van elkaar af. Dan weten we wat het massadeffect is. En dan kunnen we ook uitrekenen hoeveel mega-elektronvolt dat is. De massa van SI31. Nou, daarvoor pakken we BINAS tabel 25a. We halen daar de elektronen van af. Die staan in tabel 7b. Het zijn er in totaal 14, want dat is ook het atoomnummer. Dan halen we daarvan af en dan hebben we de beginmassa van die kern. Hetzelfde doen we voor P. Plus beta. Nou, waar komt deze beta vandaan? Deze beta komt niet uit de elektronen om de kern heen. Als dat wel het geval zou zijn, dan kun je niet spreken van een massadeffect, want een massadeffect gebeurt echt alleen in de kern. Maar deze beta komt uit de kern van die SI, dus die telt wel mee. Nou, hoe gaan we dat doen? We gaan kijken, P31, dat is deze massa, daar halen we 15 elektronen van af. Maar we moeten er ook weer een elektron bij optellen, dat is namelijk deze. Dus in totaal halen we er 14 elektronen vanaf. Je kan ook min 15 plus 1 doen, maar ik heb gewoon min 14 gedaan. En toevallig staat dat hier allebei, dus eigenlijk had je het ook kunnen negeren. Maar voor de zekerheid doe dat niet, haal gewoon netjes die elektronen ervan af. Dus nu hebben we verschil, de twee verschillende massa's. Die halen we van elkaar af en we komen op dit massadeffect uit. 1,6 maal 10 tot de min derde U. Nou, hoeveel mega-elektronvolt is dat nou? Nou, daarvoor kun je in tabel 7b de omrekenfactor gebruiken. De energie is dan de aantal u keer die omrekenfactor die in tabel 7b staat. Dus we kunnen heel ESMC-kwadraat nu eigenlijk negeren, want die zit hier ook in. En we komen uit op 1,49 mega-elektronvolt. Dus dat is de energie die vrijkomt door het massadeffect. Daarvan gaat deze hoeveelheid zitten in het beta-deeltje. Nou, er blijft dus 0,01 mega-elektronvolt energie over die in het P31 deeltje gaat zitten. En dat is verwaarloosbaar, dat is minder dan 1%, dus dat kun je gewoon verwaarlozen. Dus dat is nog iets wat je moet weten over massadeffect. Het gaat om wanneer dingen, kernen bij elkaar komen en versmelten. Maar het kan dus ook zijn dat deeltjes uit elkaar vallen. En de energie die dan vrijkomt, die hier dus aanwezig is, die gaat in deze deeltjes zitten. En het kan zijn dat de meeste energie hierin gaat zitten, zoals in deze situatie. Het kan ook zijn dat er nog een extra foton vrijkomt, bijvoorbeeld een gammafoton. Het kan ook zijn dat de energie in dit deeltje gaat zitten. Maar dat kun je dus uitrekenen. En in BINAS tabel 25a kun je vinden hoeveel energie er dus in de vrijgekomen straling gaat zitten. Nou, ik hoop dat het duidelijk was. Ik hoop dat je nu doorhebt wat het massadeffect is, hoe je daarmee kunt rekenen en wat voor soort vragen die je daarmee kunt krijgen. En dat zijn dus best wel brede vragen. Het kan echt alle kanten op gaan. En ik ben heel benieuwd, want het zit er voor dit jaar weer voor het eerst in het examen in, dus ik weet niet welke kant op gaat. Maar ik hoop dat ik je nu in ieder geval een beetje goed heb voorbereid voor de meeste vragen die je kunt krijgen. Dat was het. Dankjewel voor het kijken.